Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Ramor. En vandaag gaan we weer politie op hielen doen. Het is een tijdje terug, want ik was een soort van vergeten. Maar vandaag dacht ik er weer aan. En dan dacht ik, dan moeten we natuurlijk wel gaan opnemen. De vorige keer was een single player met de Lamborghini Urus of weet ik veel hoe die heet. Die heeft echt iets van 33k views gekregen. Dus vind ik super tof om dat te zien. Shout out aan jullie allemaal. Vandaag gaan we dus weer een single multiplayer. Jullie hadden twee keuzes gekregen. De Audi RS6 of de BMW M5 F550 weet ik het wat allemaal. En ik heb alle comments zitten tellen. En er kwam echt met een duidelijke overwinning de RS6 uit. Nu is dit misschien niet de gaafste uitvoering van de RS6. En zelfs een politieversie. Maar ja, het blijft een RS6. Dus we gaan hem wel gewoon gebruiken. Vandaag heb ik drie man achter mij staan met een Volvo V70, een Audi A6 en een Volkswagen Passat. Alle drie van de Team Verkeer eenheid. Het zijn ook echte voertuigen die Team Verkeer in Nederland gebruikt. En alle drie zijn ook nog eens binnen de Roleplay Reality lid van Team Verkeer. Dus het gaat voor mij redelijk moeilijk worden, want ze zijn dus wel getraind om iemand klem te zetten. Weliswaar niet op de manier hoe wij het dadelijk gaan doen. Maar ze zijn er dus wel voor getraind om misschien op wat hardere of hogere snelheid te rijden. Daarbij is op deze server helemaal geen menu te vinden. Alleen dit menu. Nee, zelfs die niet. Alleen dit menu voor de voertuigen. Het menu om je uniformen aan te doen. Om routes op iemand te zetten is er allemaal niet. Dat betekent dat de heren geen route op mij kunnen zetten. Stel nou dat iemand dat toch stiekem deed zodat hij me niet kwijtraakt. Kan dus echt niet. Ik kan ook niet zien waar hun zijn. Het enige wat... wel kan is ja, rijden. Meer kunnen we echt niet doen. Ze kunnen hun voertuig dus ook niet stiekem wat sneller maken. Kan ik dus ook niet doen. Dus het is echt heel eerlijk. En het komt nu misschien wel op rijkunsten aan. Ook al is hun voertuig misschien sneller dan die van mij. Maar goed. Genoeg gepraat voor vandaag. Ik ga, zoals jullie weten, nu een locatie opzoeken. Bij die locatie ga ik aangeven van hier ben ik. En dit, jullie kunnen me komen zoeken. Op het moment dat ik daar ben, kunnen zij me gaan zoeken. Met die tip. Stel ze vinden me niet. We zullen al redelijk snel van ze horen. Ik ga trouwens alvast rijden. We zullen redelijk snel horen of ze doorhebben waar ik ben of niet. Dan geef ik nog een tip. Maar voor nu gaan we dus gewoon die kant op. Nog een nadeel. Omdat geen menu's te doen. Doen scripts het ook niet. En kan ik dus mijn stuurtje niet gebruiken. Dus ik moet mijn toetsenbord. En dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En... de agenten die hebben, geloof ik, sommigen hebben ook het stuurtje kunnen die niet gebruiken. Dus die zullen ook wel een beetje een nadeel daarin hebben. Ik ga mijn microfoon even muten. Heren, ik zal jullie aangeven wanneer jullie mogen starten. En vervolgens zal ik de timer starten op het moment dat ik één van hun zie. En wanneer is dat nou, of hoe lang moet ik dan uit hun handen blijven? Normaal is het 7 minuten. Vandaag gaan we er 8 minuten van maken. Puur omdat ze met eentje minder zijn, omdat ze normaal met 4 zijn. En nu met 3. Dus we maken 8 minuten van dat ik uit hun handen moet proberen te blijven. Ik ga mijn microfoon muten en ik zie jullie waarschijnlijk zo meteen. Microfoon muted. Zo. Ik heb microfoon gemute. We gaan naar de golfbaan. En wat ik daar ga geven als tip is... hier zou ik wel eens een balletje kunnen slaan. Nou, ik denk dat ze die tip al redelijk snappen. We gaan ook gewoon met ze meeluisteren. Wat ze allemaal te zeggen hebben. Of ze het doorhebben. En dat is natuurlijk wel mijn voordeel. Dat ik ze hoor van, ah, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. En dan weet ik dus van, oké, ze zijn me kwijt. En aan de andere kant hoor ik misschien ook wel, hey, daar is hij. En dan denk ik van, waar zijn ze? En ja, dus dat. We gaan me, weet je, ik ga hem ook nog eens hierachter zo verstoppen. Zodat ik ze wel zie komen aanrijden. Ik ga de tip alvast geven. Ik ga de tip geven, jongens. De tip is, ik zou hier wel een balletje kunnen slaan. Jullie mogen vertrekken. Ik weet het, we hebben vlakbij Ginkel, zij zit één slagbalveld. Ja, ga maar eerst. Volg maar aan. Dus, ze hebben het fout, ze hebben het fout. Dan heb je ergens maar niks van zitten. Nee, jongens, jullie gaan verkeerd. Nou, de stopwatch staat in ieder geval aan. Of nog niet aan, sorry, die staat klaar. Ik ga wel even mijn iPhone een beetje instellen. Oh, die tramcrossing naar rechts. Dat hij niet continu uitvalt. Want ik heb batterijbespaarmodus gebeuren aanstaan. Even kijken. Energiebesparingsmodus. Goed. Stopwatch. Net regende het. Dus
dan was het een beetje glad. Nu gelukkig niet meer, maar nu wordt het donker. Dat wordt ook moeilijk. Ze gebruiken geen zwaarlicht en sirenes, dus ik ga ze niet horen aankomen. Ja, maar je hebt ook nog de golfbaan, hè? Ah, kijk eens aan. Kijk eens aan. Oh, ja. Daar dacht ik niet eens, anders ga ik wel naar die golfbaan toe. Oeh, dat is gevaarlijk. Nu gaat er eentje naar mij toe komen en de andere gaan naar een is het ook, dus ja, ik denk golfbaan. Ja, ze zijn wakker. Het kan ook helemaal fout gaan, dat op het moment dat ik je wegrijd, dat ik gewoon iemand... ja, ik denk ook niet dat hij zo snel direct denkt aan de... En een baas of slagbalveldje. Nee, ik ga naar, als jij dan naar dat die slagbalveld gaat, dan rij ik wel naar de golfbaan. Ik ga niet gemeen zijn. Dat is niet. Het is niet zo dat als ik dadelijk iemand helemaal daarachter al zie rijden tot ik hem start. Maar op het moment dat ze hier terrein op rijden, zet ik de stopwatch aan. Ik ga niet op het kruispunt als ik daar zie al de stopwatch aan. Dat zou ik echt gemeen vinden. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. De timer die ik op mijn telefoon start. Ik ga rechtsonder ook een timer zetten. Het kan een beetje afwijken. Hoe raar het ook klinkt, de ene gaat wat sneller dan de ander. Ik geloof altijd dat als mijn iPhone bijvoorbeeld 1 minuut 12 is, is iemand, op de timer 1 minuut 8. Ik zeg maar iets. Er gaat wat, weet je, misschien eentje afblokken, eentje rijdt erop en de andere rijdt rond. Ja, oké, dat is goed. Er gaat eentje afblokken, eentje rijdt erop en de andere rijdt rond. Oh, ze gaan... In principe heb je maar één uitgang, dus... Ja, daarom dat eentje daar blijft wachten, de andere het veld op rijdt en de andere rondrijdt. Dat wordt spannend, jongens. Dat wordt spannend. Dus hij hoeft er niet per se op te zijn, net misschien dat er ook gewoon ernaast staat. Ja, ik kan mijn licht niet uitzetten, ik wil mijn licht uitzetten. Ik ben nog 0.6 miles. Misschien zien ze mijn licht ernaar om daar vandaan. Misschien komen ze van later op, ze zien van wel langs staan. Ik ga nu in die lange straat die er langs loopt. Kijk, die komt erin, die komt erin. Dat is ja, de eerste. Nog 500 meter uit. Dat is de eerste. Dit zie ik er ook bijna. Ik hou mijn vinger bij de start. Ik ben nu bij Live Invader. Start. Oké. Okay. Okay, nee. Stop. Reset. Ik ga hem starten op het moment dat... dat ja, hij door... Als hij... De, op het moment dat hij daar met zijn Passat rijdt... De andere rond gaat rijden. Even... Start. Kevin, ja, of, start. Lucas is daar rondrijdt. Ja, ja, hier is hij. Hij komt daar kant op. Kut. Nee. Oké, okay, we gaan de golf van op, YOLO. Pitten we hier naar rechts toe, dan kunnen we hem tegen het hek aandwingen. Oh, hij komt langs. Waar rijdt hij daar? Pas op voor het water en voor de zandbakken. Oh god, jeebig. Oké, YOLO. Niet mee, oh. Oké, ik draai om. Dit gaat helemaal fout, dit gaat helemaal fout. Waarom ben ik daar gaan staan? Let op, er komt er nu eentje. Oh shit, ja. Hij is op mijn ingereden. Nee, ja, we zijn weg. Oké, we zijn weg. Ik ga gelijk achteraan. Okay. Even kijken, we rijden nu bij Live Invader. Oké. Ja, rijd achter je. Oh, hij gaat linksaf. Gaat nu rechtsaf. Hoor mij op mijn toetsenbord slaan, dat hoor je waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ik zit ook om mijn toetsenbord te slaan, dat is niet normaal. Hé, hey, dat gaat ook best goed met mijn toetsenborden. Ik klop het even af, maar... Dat ding is ook redelijk snel. Hij is redelijk snel. Ja, dat klopt. Ja, dat was uitstellen, denk ik. Oh. Ja, gaat keigoed. Oh, ja, nee, gaat keigoed. Ik heb zo'n gevoel dat iemand echt... Oh shit, zie je. Hé, waar rijden jullie nu? We rijden hier langs het bouwterrein. We gaan naar rechts. We gaan de binnenstad in. We komen straks bij het FBI-gebouw. Anderhalve minuut zijn we op weg, jongens. Anderhalve minuut. Ga ik vast die kant op. Die Passat zit maar weer op mijn hielen. We gaan hier gewoon links langs. Nee, toch niet. Oh, een ontplofte smart. Ja, we rijden nu langs de grote bouwpit. We rijden nu richting AB. Is goed. Blokpark naar rechts, langs firing range. We gaan niet de snelweg trouwens op. Ik zal de snelweg niet opgaan. Zowel zeg ik voor jullie als voor de kijkers. We rijden nu langs de Wasstraat vlakbij Frenkens huis. Mm-hmm. We rijden nu die straat in, we rijden nu langs Frenkens huis. Passat zit me nog steeds op de hielen. Ik heb een beetje last van lag, maakt eens uit. Ja, de AI een beetje. We gaan weer naar links. Oh, je ligt er weer eentje op richting Erasmus. Oh. Als we een slim zijn, komt hier eentje van links, maar dat... We rijden nu langs pompstation tussen Erasmus en HB in. Oké. We rijden nu langs Erasmus. Kom maar aan. Oh, ik heb lag, jongens. Dat is niet normaal. Pit een succesvol rijden nu de andere kant op richting pompstation. Hey, een Audi. Links langs de Erasmus. Het Erasmus. Rechtsaf. Nou weer die Passat, waarom raak ik die Passat niet kwijt?
Die bestaat zich ontiegelijk snel. Dus ze moeten bochtwerk gaan doen. Komt hier die Volvo? Dat is die Volvo gek, yo! Lekker. Oh! Hey, nou, kom op! Ik kan ook gewoon damage zijn. We rijden nu langs mijn game nog vast, mijn game ook vast. En ik ben gecrashed, nee! Kut! Oké, wacht even. 3 minuut 9 zijn we. Dan kom ik terug. Nou, kijk eens, daar zijn we weer. Hij stond op 3 minuut 9. Mijn iPhone heb ik even gestopt, maar ik geloof nu weer op start druk begint hij weer opnieuw. Denk ik. Nee, toch niet? Oké. 3 minuut 9. Dan gaan we verder. Ik ga nu richting de plek rijden waar ik ben gecrashed. Op het moment dat ik daar langs rijd, langs hun, want daar staan ze te wachten, gaat de game weer ver. Of gaat de tijd ook weer lopen. Dus ik ga alvast die kant op en dan mogen hun ook weer starten met rijden. Ik doe nu even heel onhandig met rechts gas geven en sturen. Ik zie ze niet. Ja, daar staan ze. Ik zal een beetje remmen, want er komt nog een auto. En ik ga gassen en we zijn weer gestart. En het is druk hier. Daar komt die Passat met. Ik ben helemaal klaar met die Passat. Rechtsaf. We gaan onderdoor. Kut NPC. Dat scheelt niet veel. Ah nee. Probeer de parkeerplaats te pakken, gecrashed. Ja. Oh shit. Ja, dankjewel. Oh nee. Die hele Audi is kapot, gek. De hele auto is kapot. Oké, probeer een tik te geven. Ja. Hij werkt zichzelf in klem. Nee, dit was heel dom. Achterkant, pak zijn achterkant. Audi, dit was de domste keuze ooit. Ja, parkeergarage. Oh nee, die Audi. Ja, hij is klein. Jammer. Ik dacht, ik ga heel snel omlaag, maar ze waren sneller. Ja. Bijna. Eraan. Ongeveer 3 minuten 56, 3 minuten 54. Wat een matige tijd. Maar ik weet het goed gemaakt voor jullie, dat de video niet te kort is. Eén van jullie mag nu... Ik ga wel. Maar één ding weet ik wel, ik pak de Passat. Nou, ik wou net zeggen, shit. Ja. Nee, ik pak de Passat. Hetzelfde systeem. Wij pakken... wij gaan met z'n allen richting HB weer terug. De burger in dit geval, die mag al zijn plekje gaan zoeken. Nou, ben je naar Saint-Charles vertrokken of zo? Nee. Moet je even bedenken. Nee, zeker. Hier komt de tip. Er zijn hier veel mannen met mooie motoren en leren jasjes. Ah, oh, dat ja, is ik weet waar die is. Ja, ik ook. We weten inmiddels allemaal waar die naartoe is. Ik rij altijd... Oh, die Passat is snel, gek. Ik rij eigenlijk altijd op gevoel. Ik zou echt niet weten waar dat nu op de kaart is. Ja. Maar de zijn is hier. Denk ik toch? Of rij ik alweer verkeerd, want ze volgen. Oh. Ja, ik ben rechtdoor gegaan, waar jij naar rechts bent gegaan. Naar links, sorry. Oké. Okay. Maar jij moet er als wat zo komen. Ja, ik zie je naar rechts. Misschien kom ik nog wel eerder daar. Oké, nogmaals voor jou, op het moment dat jij zegt start de tijd, start ik ook de tijd. Nieuw. Oké, ik ben er. Ja, start de tijd. Wat? Oh, daar is... Huh? Nee, heb je een BMW? Ja. Oh, hij heeft een BMW, gek. Oké, we gaan richting paardenrenbaan. Hij heeft een BMW, jongens. We gaan niet langs de paardenrenbaan, we gaan recht door de stad in. Ja, Audi zit achter mij. We gaan linksop. Geen idee waar naartoe. Ik ben niet goed in coördineren. Hey Lucas, waar rijden we? Volgens mij is dit het VP. Nee, nou maar dat is niet het VP. Nee. We gaan rechtdoor richting ziekenhuis. Waar je zowel boven als beneden in kunt. We gaan tegen het verkeer in. We gaan langs die hoge gebouwen richting Blokkenpark. Blokkenpark. We zijn nu waar ik me net zelf klem reed. We gaan, godverdomme dat ding is snel. We gaan rechtsaf. Langs dat FAB-gebouw onder die tunnel door, zeg maar. Weet jullie nog waar de oude ambipost is? Ja. Waar gaat hij nou heen? Over de stoep. Ik... Oh nee, kut! Ik heb een pitje gegeven, maar dat ging fout langs de bouw... langs dat bouwgebeuren. We gaan richting... Huis van Franklin even... Oh, we gaan hier een parkeerplaats op. Bij die bouwconstructie, langs de snelweg. En dan gaan we bij de rode parkeergarage er weer af. En we gaan ook bij de rode parkeergarage erin. En dan komen we uit. Aan de andere kant, joh. En dan gaan we onder de tunnel door richting... nee, we gaan links ergens weer een andere parkeerplaats in.
En dan komen we uit bij... Nog een bouwconstructie, bij de Ambipost. Ja, kijk eens aan, daar is een Audi. Zet hem klem, zet hem klem, zet hem klem. Oh ja, ik pak hem... Nee, shit. Ja, joh, bij de McDonald's. Bij... Ja, 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 sneller, jongens, helpen, helpen, helpen. Als die Audi nou iets sneller was. We missen een Audi. Ik zit erachteraan. Ja, ben je afgelegd, sorry. Ja, maar ik heb ook een beetje last. Kijk, waar rijden jullie nu? We rijden richting die dure winkels. Richting huis van Michael. Ja, Michael is het, sorry, excuus. We gaan rechtsaf bij een paardenstandbeeld. We gaan naar linksaf. Kom nu uit bij die brandweerkazerne in het centrum. Nou, dat was lekker. We gaan nu rechtdoor richting dat ziekenhuis, midden in de stad. Ja, welke? Dat zijn er zoveel. Ja, het Maastad, maar dat zeg je waarschijnlijk. We gaan... Dat is hij is gekraaid, ja tegen de boom, ja, 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 ja! Nee, joh, kom nee. Snel, kom snel, kom snel! Waar? Tegen de, nee, kut! Oké, we gaan gewoon full YOLO, we slopen hem helemaal. We gaan gewoon niet klemrijden, we slopen hem tot hij niet meer rijdt. We hebben er gewoon een mini-groep van gemaakt. Ja, ja, tegen die boom, man! Ja, ja, ja! Ja, joh! Ja, lekker pik! Niks meer aan doen. Stop de tijd, 2 minuten 54 ongeveer. Heel bad, he. En die andere Audi die komt waarschijnlijk onbeschadigd zo meteen nog heel mooi aangereden. Ja, ja over een half uurtje. Ik heb last van lag, jongen, daar word je bang van. Ik denk dat deze nergens meer naartoe gaat, maar dat kan aan mij liggen. Maar, hoeveel had ik ook alweer? 3 minuten nog wat. Yes. Ondanks dat ik die pauze even had en we een nieuwe voertuig hadden, ik win. Och jee, och jee. Hey, als je er nog eentje wilt doen... Wil ik hem wel zijn. Ja, dan doen we er gewoon nog eentje. Nee, dan moeten we alle drie even doen. Hè? Dan mag iedereen aan de beurt komen. Yes. Maar ik blijf in de Passat. Die Passat. Nou, laten we nu dan twee Passats doen. Moet ik nog steeds de RS6 pakken of... Je mag of de BMW of de RS6. Maar ik had het gevoel dat de RS6 wat sneller was. Nou? Ja, ja. Ja, ik weet ook wel welke ik ga pakken. Nou. Wij gaan terug richting politiebureau HB. Mensen, ik zie jullie zo meteen. Michiel, ben je zelf verzekerd? Ben je een beetje vertrouwd? Dat je het